Ja, iets van Massa Positivo. Sinds vandaag heb ik een heel kort filmpje voor promotie van mijn videokanaal Massa Positivo, nieuws brengen, nieuws vandaag. Maar wat me heel erg bezighoudt is ontwikkeling in Amerika. Donald Trump, zoals iedereen weet, is de nieuwe president sinds een paar weken. En die paar weken tijd is hij natuurlijk enorm in het nieuws. Die migrantenstop onder andere, dat houdt de gemoederen bezig. Sterker nog, de rechter heeft hem teruggefloten. En dat is eigenlijk mijn vraag, mijn punt waar ik eigenlijk naar voren wil brengen. Kijk, Donald Trump is een van de machtigste mensen ter wereld. En dan denk je bij jezelf, het lijkt de machtigste, maar als mijn optiek is de rechter machtiger dan Donald Trump of wie dan ook. Omdat de rechter is onschendbaar en die ministers zijn verantwoordelijk. Maar die ministers, die vallen wel onder Donald Trump. Of zie ik dat verkeerd? De ministers, die zijn dus verantwoordelijk. Donald Trump is volgens mij de machtigste man. Een van de machtigste mensen ter wereld, machtleiders. Maar hij wordt teruggefloten, en dat is mijn punt, door een rechter. En zo hoort het natuurlijk ook te zijn, want de rechter is bepalend. En is ook voor het leven wordt hij benoemd. Maar het is een beetje heel vreemd. Een heel vreemd die situatie dat een rechter kan bepalen wat Donald Trump. Heel raar. Heel raar. De ontwikkeling, maar ook dat rechter eigenlijk boven Donald Trump staat. Dat is eigenlijk mijn punt. Wat vind je van de ontwikkelingen? Wat vind je van Donald Trump op dit moment voor hoe hij het doet? Of vooral niet doet? Wat is je mening over Donald Trump? Maar ook het feit dat de rechter kan bepalen. Verdient ook minder salaris als Donald Trump. Donald Trump is de grote man, maar wie heeft het nu eigenlijk voor te zeggen? Dat is mijn vraag.